Hallo iedereen. Ja, ik had dus beloofd om Zweedse broodjes te maken en om jullie het recept uit te leggen. En ik ga dat dus doen. En ik ga eerst de ingrediënten voorlezen, dus alles wat we nodig hebben. Ik ga dus in deze grote pot, ik ga jullie die grote pot laten zien. Hè. Dus in deze grote pot, wat ga ik daarin doen? Ja, ik ga dus 50 gram gist. Dit is gist. Ik ga ook 120 gram suiker. Ja, ik heb die 120 gram al in een potje gedaan. Wat dan nog? Ook 2 koffielepels, kardamom. En kardamom, ik heb die in Frankrijk gekocht. Kijk, dat is dus dit kruid. Dat maakt het een beetje speciaal. Dat is typisch wat Zweden gebruiken, kaneel en kardamom. Ik heb dat gekocht in Frankrijk, in een klein stadje dat Brioude heet, heb ik daar op een markt gekocht. En ik heb daar dus 2 koffielepels van nodig. Ik ga dat ook in mijn grote pot doen. Wat dan nog? Ik heb ook een halve koffielepel zout nodig. Ja, die ga ik gewoon nemen. Ik heb dat nog niet genomen, het zout. En dat ga ik dus allemaal in deze grote pot doen. En dan apart, en dat moet dus in een plastieke kom, want ik moet dat in de microgolf zetten. En wat ga ik in die plastieke kom doen? Wel, ik moet een halve liter melk en 150 gram boter hierin doen. Dat moet in de microgolf. En dat moet zo ongeveer op handwarmte zijn. Ik moet daar mijn hand niet in verbranden. Want als dat te warm is, ja, dan gaat de gist... dit was dus de gist. Dan gaat de gist, laat ons zeggen, ja, kapot. Dus, want gist is dus eigenlijk een levend organisme. En dan gaat dat kapot. En dat mag dus niet, want de gist gaat ervoor zorgen dat mijn broodjes rijzen. Oké, dus ik ga dat even allemaal in die 2 potten doen en dan kom ik terug. Zie je wat ik hier heb ingedaan? Dus in die grote pot hier heb ik wel de gist gedaan, de 120 gram suiker, ik heb de 2 koffielepels kardamom erin gedaan, ik heb een halve koffielepel zout erbij gedaan en wat dan nog? Ja, dat is alles. Dus gist, suiker, kardamom en zout. Maar zie je dat ik de gist... Ik heb die een beetje verbrokkeld. Dan gaat die beter oplossen als ik daar dus mijn mengeling van melk en boter bij doe. Ik ga die direct laten zien. Zien jullie, hier heb ik dus een halve liter melk gesmolten samen met 150 gram boter. Ik heb dat in de microgolf gedaan. En je moet dus even voelen met je vinger. En normaal mag dat dus, dat moet niet te warm zijn, dat moet handwarmte zijn. Oké, en ik ga dat nu... Ja, ik heb ook handschoentjes aangedaan. Ik doe dat altijd. Ik ga die wel recupereren daarna. Maar ik doe dat altijd, want anders heb ik droge handen. Ik heb al zoveel gekookt. Maar wat ga ik nu doen? Wel, ik ga dat hier ingieten. Ik ga dat samen gieten. Kijk. Ziezo, alles erin. En we gaan dat even laten oplossen. Ja, en nu stop ik alles in mijn keukenrobot. Ik ga die aanzetten. Die gaat draaien. Die gaat draaien, niet te snel. En dan ga ik daar beetje bij beetje bloem bij doen. Zie je, ik heb hier bloem. Ja, en ik weet niet exact hoeveel. Ik doe daar bloem bij. Ik denk een dikke kilo. En ik doe daar bloem bij tot het deeg niet meer aan mijn schaal plakt. Oké, dus ik ga daar beetje bij beetje bloem bij gieten. En dan zal je zien, uiteindelijk gaat dat deeg niet meer plakken aan de rand. Zie je dat het deeg al minder begint te plakken aan de rand? Maar ik moet toch nog bloem bijvoegen. Het begint al een mooi bolletje te worden. Ik denk dat het bijna niet meer plakt. Zie je, het is al een mooier bolletje geworden. En de rest doe ik nu met de hand. Ik ga kneden met de hand totdat... Oei! Totdat een mooi bolletje is.
En hier staat dus mijn pot te rijzen. Enfin, mijn deeg, niet mijn pot, maar mijn deeg staat te rijzen. Ik laat het ongeveer een uurtje. Het staat hier op de verwarming naast de kerstversiering. We wachten. Wauw! Kijk eens hoe groot dit is geworden. Enorm! Dus nu strooi ik bloem uit op de tafel en ik leg de deegbol erop. En ik bestrooi die ook met bloem om niet te plakken. Vervolgens maak ik het deeg platter en platter, zodat het een dunne laag wordt. Even helpen met de deegrol om het deeg mooi uit te rollen. Nu het deeg plat is, giet ik er gesmolten boter over en ik strijk die uit. En als dat klaar is, strooi ik er suiker overheen en kaneel. En dan maken we er een lange rol van. Kijk eens wat een dikke rol. We gaan die in schijven snijden en in de papieren taartvormpjes leggen. Ziezo, we laten de schijven nog 3 kwartier rijzen onder een handdoek. Nog even met een geklopt ei bestrijken en wat parelsuiker erover strooien. En dan gaan ze 7 minuten in een voorverwarmde oven van 225 graden. Ja, er is dus iets heel ergs gebeurd. Ja, ik heb dus mijn broodjes in de oven gezet. En dan ben ik nog even naar boven gegaan. En ik ben beginnen babbelen met mijn kinderen. En ik ben de tijd vergeten. En mijn broodjes zijn dus totaal aangebrand. Totaal mislukt. Vuilbak kan er niks mee doen. Ze zijn totaal zwart. Niet goed. Wil je mijn broodjes zien? Ze zijn echt niet mooi en echt niet lekker. Totaal zwart, mijn Zweedse broodjes. Kijk. Ja, om dus op een positieve noot te eindigen, wil ik toch zeggen dat ja, mijn stroentaart was wel gelukt. En mijn bladerdeeg voorgerechtjes waren ook gelukt. Dus er zijn ergere dingen in het leven. Ik moet dat accepteren, maar ik ben toch niet blij met mezelf. Volgende keer beter.